Deze week kon u het verhaal van de Victors van op de airshow in Kokseide volgen. Maar naast het demonstratieteam was er nog een Meetjeslandse deelnemer. Er stond een stand van Handflight, een organisatie die ervoor zorgt dat mensen met een beperking aan de onderste ledematen ook kunnen vliegen. Handflight is een fonds opgericht door Chris van Uffel. En de bedoeling is om drie zaken te voorzien. Dat is één, de aanpassing van vliegtuigen. Dat is één. Twee is de clublokalen waar dat minder valide personen een vliegopleiding kunnen volgen, aanpassen en toegankelijk maken, zodat zij kunnen deelnemen aan het clubleven. En een derde pijler is het werven van fondsen, of het uitreiken van beurzen eigenlijk voor de piloten, zodanig dat de drempel voor het volgen van een opleiding aanzienlijk verlaagd wordt. Dit is een omgebouwd vliegtuig. De voetpedalen die ervoor zorgen dat je correcties kan uitvoeren, zijn vervangen door één stang die je met je hand kan bedienen. Ook de deur is aangepast. Die kan volledig worden opengezwierd, zodat mensen in een rolstoel makkelijker in en uit het vliegtuig kunnen stappen. Ik ben momenteel zo ergens midden in mijn opleiding, denk ik. Een eerste solovlucht die is al achter de rug, dus het zelf besturen dat lukt al. Maar nu is het het vervolg van de opleiding. Er zijn toch heel wat zaken die moeten geleerd worden, vooraleer je volledig zelfstandig en ook in alle omstandigheden een vliegtuig kan besturen. Ja. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen kijken op de website www.handflight.be en daar gaan zij alle informatie vinden en ook de contactgegevens waar dat zij kunnen contact opnemen.